Hey hallo en ontzettend tof dat je kijkt naar deze video waarin we vandaag niet één maar twee challenges gaan doen van de SEMA Capture the Flag kersteditie 2022. SEMA, onderdeel van het leger, hè, een militaire instantie, welke staat voor cyber- en elektromagnetische activiteiten. En deze divisie organiseert elk jaar een kerstcapture the flag, zoals je die ook kent van bijvoorbeeld een Try Hack Me en een Hack the Box. Alleen ik kies meestal voor deze omdat het A, natuurlijk Nederlands is, dat is ontzettend leuk. En B, de challenges zijn vaak net een beetje ingewikkelder en moeilijker dan die van een Try Hack Me. Dus ik zou zeggen, geef zeker de kerst Capture the Flag editie van 2023 of 2024 ook een try. Hè. Probeer zelf daaraan mee te doen. Het zal je zeker niet tegenvallen. En vandaag gaan we dus twee challenges bekijken die voortkomen uit deze kersteditie Capture the Flag. Vind je deze video leuk? Dan wil ik je op voorhand vragen om alvast een duimpje te geven. En om jezelf te abonneren op mijn kanaal. Mocht je dat nog niet gedaan hebben. En mij zou dat ontzettend helpen. Dus hartelijk dank daarvoor. En laten we dan eens van beeld switchen. Zodat we op onze desktop zitten. En dan kunnen we misschien meteen wel het SEMA Christmas Capture the Flag panel openen. De Capture the Flag is op het moment dat ik deze video opneem nog aan de gang. Sterker nog, we zijn pas op dag 6 van december. Dus zoveel challenges staan er nog niet online. Dit is het scorebord tot nu toe. Nou, fijn dat ik nog steeds mee mag doen met de nummer 1. Dat betekent dat ik op dit moment alle challenges gehaald heb. En dat zijn een aantal reverse engineering challenges geweest. Dat zijn een paar random challenges geweest. En natuurlijk de pre-release challenges. Forensic zat daar ook nog tussen. En we beginnen met deze Forensics Challenge. En dat is de Matryoshka Challenge. Wat staat erbij? Santa's team is working hard to prepare all the presents for delivery by Christmas. Billions and billions of presents are produced and prepared each and every year. What most people don't know is the fact that Santa can be a little naughty sometimes. Each year, on a quiet night in December, Santa sneaks into the toy factory and steals his most favorite toy, the Matryoshka doll. This challenge brings the fundamental idea of the Matryoshka doll in practice. Can you open the dolls and find the flag? Nou, wat is dan een Matryoshka doll? Als we googelen, dan herkent iedereen de Matryoshka doll. Dat zijn namelijk de poppetjes die in poppetjes geschoven worden om zo steeds een groter poppetje te krijgen. En dit zijn dus Matryoshka dolls. En alleen al deze wetenschap vertelt iets over hetgeen dat we gaan doen. We krijgen een file. En daarin zit een andere file en daarin zit weer een andere file, etc. We pakken dus steeds meer informatie uit. Nou, wat is dan de file die we krijgen? Dat is een PCAPNG file, ofwel een Wireshark file. Voor het geval dat we het een en ander op beeld willen toveren, renemen we de file naar een kortere naam, namelijk Matryoshka. .pcapng. En laten we deze openen met Wireshark om te kijken wat we krijgen. We krijgen geen foutmeldingen, dus dat is fijn. Laten we dat nu niet doen. En laten we dan eerst voor alle zekerheid eens kijken op onze Linux-machine, waar we dezelfde file gaan downloaden. Of dat het ook wel werkelijk een pcap-file is. File Matryoshka PCAPNG en file zegt dat het inderdaad een PCAPNG capture file is. Dus dat is mooi. Kunnen we met Binwalk al door de file heen lopen om te kijken of dat daar andere zaken in zitten. Een gzip compressed data file neemt senta.tar. Nou, laten we die eens uitpakken. Dash I voor extract en dash, was het M? Nou twijfel ik zelf. en -m voor Matryoshka, ofwel Recursively Scan Extracted Files. Dus inderdaad, im Matryoshka PCAPNG. En nu we de files geëxtract hebben, krijgen we een centa.tar.gz en deze tar-file kunnen we niet openen. We kunnen deze file repairen en alsnog openen en daar weer iets anders uithalen, maar laten we vooral proberen deze fouten niet te krijgen. We kunnen namelijk ook data extracten vanuit Wireshark direct. Dus laten we deze eens even verwijderen. Terugspringen naar Windows. En als we willen kijken of dat we hier bepaalde files hebben in de HTTP stream, dan gaan we naar Export Objects HTTP. En we zien hier inderdaad een centa.tar.gz die afkomstig is van kersman.com. Dat is een gzip file en we kiezen voor save om die gzip op te slaan. Die slaan we op de desktop en dat is dat. En deze file is niet beschadigd en kunnen we netjes openen. En we weten dus ook zeker dat het bestand dat we hier uithalen eveneens niet beschadigd is. En wat we vinden is een nieuwe PCAP file. Oké, een nieuwe PCAP file, dus ook deze openen we in Wireshark. En feitelijk doen we hier hetzelfde trucje. Want het trucje blijft hetzelfde en we krijgen nu een snow.zip. Dus laten we snow.zip opslaan op de desktop. Deze Wireshark kunnen we sluiten en de eerste ook. En ook hierin zit, niet zo heel verrassend, een nieuwe PCAP file. Een trololo file. Kunnen we hier hetzelfde trucje doen, export HTTP. En jawel, we vinden hier een matryoshka.tar file. Dus ook deze gaan we opslaan op de desktop. Let's go. Sluit Wireshark. En in deze zip vinden we een nieuwe PCAPNG file. Ik ben benieuwd hoeveel poppetjes erin zitten. Maar we gaan gezellig door. En wederom een valid PCAP file. Kunnen we nog een keer export doen? Jawel. Maar deze keer niet van een archive file, maar van een JPEG. Dus we gaan iets moeten doen met een JPEG. En dat klopt. En op dit moment zijn we dan ook klaar met al de PCAPNG files en moeten we ons focussen op de JPEG die we eruit halen. Wat is dit? Dit is een troll face. En we kunnen hier natuurlijk van alles op doen, wat we normaal gesproken ook doen met een JPEG file. Laten we eens even kijken of dat we deze JPEG-file op onze Kali-machine kunnen krijgen. Daar kunnen we net iets meer. Het voordeel van video is dat we kunnen pauzeren. Dus dat heb ik gedaan en ik heb de file overgebracht naar Kali. En daar is onze trololo-file. Laten we eens kijken of dat we hier dan iets aan kunnen zien. Het is inderdaad een JPEG-file. Laten we eens even kijken of er iets in de metadata zit van deze file. 35 kb, dat klinkt redelijk normaal. Met een image width en height van 400 en weinig interessante informatie in de meta. Dan kunnen we nog een keertje proberen met Binwalk om te kijken of er nog iets in zit. Daar lijkt het niet op. Het is puur en alleen een JPEG-file. Wat kunnen we met dit bestand doen? Een methode om zaken te verpakken in een imagefile is stenografie, ofwel het gebruiken van de lege ruimte in de imagefile om op die manier zaken te verbergen. En afhankelijk van de methode waarop de stenografie wordt toegepast, hebben we bepaalde tools om die data er weer uit te carven. En in dit geval gaan we de data eruit halen met StegHide. En StegHide kunnen we wel even laten zien. StegHide is deze tool. Is een stenographic program that is able to hide data in various kinds of image and audio files. The color, respectively, sample frequencies are not changed, thus making the embedding resistant against first order statistical tests. En we kunnen dus met StegHide data verbergen en we kunnen die data er ook weer uithalen. StegHide is geïnstalleerd en ik kan dus simpel kiezen voor een extract -sf En dan de filename, dat was de trololo.jpg. En als we dat doen, dan moeten we een passphrase invoeren, ofwel een wachtwoord. En dat is alleen indien er een wachtwoord gebruikt is. We hebben geen wachtwoord gevonden, dus laten we proberen een blanco wachtwoord te gebruiken. Enter. En we hebben inderdaad iets uit deze file gehaald. Het is de flag.txt file. En dat klinkt veelbelovend. Staat de flag hier dan ook? Jazeker. En als we cat flag.txt doen, hebben we de eerste challenge succesvol doorlopen. Eduard, kill trololo. Nice, dit was challenge 1 en StegHide komt in de volgende challenge nog eventjes terug. En de volgende challenge stond volgens mij onder miscellaneous. Santa is seeking something. Het gaat over deze challenge. En an elf cleaned Santa's desktop. But now Santa cannot find the file he was looking for. Please help him find the file. En de enige file die we krijgen is de Santa.jpg file. En om die te bekijken keer ik weer even terug naar Windows. Deze mag weg. Miscellaneous. En laten we de file downloaden. En we hebben hier deze mooie kerstmok of mok met een kerstachtig lintje. En iets lekkers ernaast. En op het eerste gezicht zie ik niets raars aan deze foto. Dus we kunnen nu een aantal dingen doen. En voor het gemak gaan we even terugkeren naar de Kali-machine, waar we deze foto ook gaan downloaden. Santa.jpg. Daar is hij. En laten we dan eerst even kijken met file wat dit is. Inderdaad een valid JPEG file. Dat is prima. Laten we hetzelfde trucje eens doen als net. En kijken of we simpelweg met Binwalk data kunnen extracten. Dat is op dit moment geen optie. En op dit moment kunnen we een aantal andere dingen doen. Laten we eerst eens goed gaan kijken naar de image zelf. We kunnen dat doen in een foto-editor, bijvoorbeeld Photoshop. Maar een andere mooie tool om dat te doen is StegSolve. Dus laten we StegSolve eens downloaden. Op deze manier. Chmod. StegSolve. En laten we dan StegSolve eens uit gaan voeren. Javades jar StegSolve. Wat er nu gebeurt, er wordt een kleine applicatie geopend waar we de image in kunnen plaatsen. En zoals je ziet is die image erg groot. En we kunnen deze image in deze applicatie niet kleiner maken. En dit is een grote tekortkoming wat mij betreft van deze tool, wanneer het gaat om grote images in een Kali Linux omgeving. Ik geloof dat het in een Windows omgeving overigens beter werkt. Maar we hebben hier een aantal zaken. We kunnen data extracten op basis van layers en kleuren. Dat is wat ingewikkelder. En we hebben de Stenogram Solver, welke ons verschillende filters geeft over de image heen. En omdat het zo'n grote image is, duurt het eventjes om te laden. En al deze verschillende kleuren maken misschien wat andere tekst of hidden zaken inzichtelijk. En voor iedereen die goed kijkt, ziet hier in het kopje iets vreemds. En dit is inderdaad een tekst welke we kunnen lezen als we voldoende inzoomen op deze image. Sterker nog, we hebben hier helemaal geen speciaal kleurcontrast voor nodig. Het enige wat we moeten doen om deze tekst goed te lezen is inzoomen. Dus we sluiten eventjes StegSolve en keren weer even terug naar Windows, waar we goed in gaan zoomen op het kopje. En als we heel goed inzoomen, dan zien we daar een tekst. Dat is interessant. Wat staat daar? h1DEanD5eek. And seek. Dat is de tekst die er staat. En dan een lead speak. En wat kunnen we hier dan verder nog mee doen? Hide and seek is het wachtwoord. En volgens mij herinner je jezelf nog wel de tool. Nou zit ik met de StegSolve. Die bedoel ik niet. StegHide is de tool die ik bedoel. En we gaan, net zoals in de vorige challenge, hier nogmaals StegHide op toepassen. StegHide doen we met een extract -sf op de Santa file. Als ik geen of een fout wachtwoord invoer, dan krijg ik could not extract any data with that passphrase. Maar als we wel het juiste wachtwoord hebben, hide and seek, dan zul je zien dat er inderdaad data geschreven wordt naar code.png. We hebben dus een nieuwe image en dat is deze. In eerste instantie dacht ik, waar in godsnaam kijk ik naar? Is het SOS? Maar dan mis ik de langere tonen. Zijn dit bits, waarbij de zwarte een 1 en de witte een 0 is of andersom? Het lijkt ook wel op een QR-code. Waar kijk ik naar in dit geval? En ik kon hier in eerste instantie niet zo heel veel van maken. Dus uiteindelijk ben ik naar een QR-code reader gegaan. De ZXing reader. Dat is zxing.org. En daar heb ik deze image geüpload. En gekeken wat deze decoder daarvan kan maken. En warempel, deze decoder kan hier inderdaad data van maken. En de parsed result is dit. En dit lijkt natuurlijk op een binary stream. Dus laten we deze eens even pasten in Cyberchef. Waar we from binary zoeken, want we willen decoden from binary. En als we dat doen, dan zul je zien dat we ook hier de flag terugkrijgen en dat we ook deze challenge gehaald hebben. Twee relatief simpele en korte challenges, maar ontzettend leuk. En ik kan je eerlijk vertellen dat ik op deze laatste challenge best een tijdje vastgezeten heb. Allereerst omdat ik hide and seek met een hoofdletter S schreef in plaats van met een 5. En dan zie je dat een heel klein verschilletje een grote impact kan hebben. Want dan ga je backtracen, ga je andere zaken proberen. En dan kan het ontzettend lang duren voordat ineens dat je ziet dat de hoofdletter S toch een 5 moet zijn. En dat de StegHide methode met het wachtwoord, met het juiste wachtwoord, wel goed werkt. Daar heb ik een tijdje op vastgezeten. En ik heb een tijdje vastgezeten op deze rare QR-code. Maar dat tezijde, opgelost. Mooie kick wanneer de flag zich onthult. En ik hoop dat jij het ontzettend leuk vond om naar deze video te kijken. Hartelijk dank dat je de tijd vrij wilde maken om samen met mij door deze challenges te lopen. Nogmaals, van SEMA. Deze zijn van de kersteditie 2022 en ik raad ze van harte aan. Hartelijk dank voor het kijken. Geef een duimpje omhoog wanneer je deze video leuk vindt. Hartelijk dank daarvoor. En ik zou ook ontzettend blij worden van het feit dat je jezelf wilt abonneren op mijn kanaal. Dat helpt mijn kanaal enorm vooruit. Dus ook daarvoor hartelijk dank. Voor nu een hele fijne, mooie, gezonde, gezellige dag toegewenst en uiteraard weer heel graag tot die volgende video. Doei doei!